Verschillende DNA-leden hebben zich uitgesproken over de manier waarop uitzendbureaus in het land over de schreef gaan. Zo haalde NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis aan dat een uitzendkracht arbeid verricht voor een inlenend bedrijf, echter is zo'n kracht in dienst van een intermediair. In de praktijk blijkt dat uitzendbureaus hun krachten ervan weerhouden om te reageren op vacatures van zo'n inlenend bedrijf. Terwijl dat is niet zo mogen, maar het gebeurt in de praktijk. Dat bureau, uitzendbureau, houdt die man of die vrouw haar pas en zorgt ervoor dat die persoon niet bij, in dit geval, ik noem gewoon een bedrijf, bij Staatsolie zou kunnen werken, ondanks het feit dat er een vacature is. En de persoon de nodige werkervaring al heeft opgedaan als uitzendkracht. Dat zijn de zaken waarmee we op dit moment geconfronteerd worden. En vooral in deze economische periode waarin we leven, dat vind ik dat we werknemers de ruimte moeten geven om zich verder te ontplooien. Naast de bezorgdheid van Kensenhuis zei VHP-parlementariër Henk Afiankooi dat uitzendkrachten anno 2024 hele lage lonen ontvangen. Daarnaast zouden de secundaire voorwaarden niet wenselijk zijn. Het lid benadrukt dat uitzendkrachten in constante onzekerheid leven. Wat maakt dat die mensen soms, ze weten niet waaraan ze toe zijn, ondanks het feit dat ze vooraf weten ze gaan contracten tekenen. Niet overal, niet alle bedrijven geven die mensen contracten, worden ze veel voorgehouden dat ze je voor zo'n bedrijf te werk zal stellen. Maar als we lezen in artikel 12 dat het volgens de arbeidswet je in dienst bent van zo'n uitzendbureau, dan moet vanaf dat moment de geldende arbeidswet in Suriname gelden voor, ook voor zo'n arbeiders. En ik bedoel, met alle voorzieningen, we hebben in Suriname een minimumloon. En als ik hoor de bedragen van 2000, dan denk ik dat zo'n bedrijf per direct aangepakt moet worden door arbeidsinspectie. Afiankooi stelt dat een ieder en ook uitzendbureaus zich moeten houden aan de wetten in het land en benadrukt met klem dat alle arbeidswetten ook gelden voor uitzendbureaus.